hele klas in quarantaine. Heel smerig. Oh ja, dan trek je het er zo af. Ik vind hem echt heel leuk. Oh, zij deed vet lang in mijn keel. Chuck, dus je gaat ook heet het scheef. En deze waren 3 euro. En ik zeg steeds nee. Dus nu zijn we heel benieuwd. Deze kleur erbij kopen. Mijn favoriete eyeliner. Nooit gevonden. Ik sta om 4:15. Hallo, het is 4 uur maandag. En toen ik vanochtend opstond, ik kon echt niet opstaan. Want Ha en ik waren dus zaterdag, lagen om 4 uur in bed. We moesten best wel weer vroeg op voor afspraken zondag. Dus veel te weinig geslapen. En vannacht heb ik 7 uur geslapen. Dus ik had echt super lang gesnoest. En toen was ik uiteindelijk te laat om te fietsen. Dat is wel balen, want het fietsen voelt me echt heel lekker bij. En het is heel mooi weer vandaag. Maar het kan gebeuren. Maar ik voelde me echt lekker vandaag gewoon. Ik heb gewoon echt, het gaat echt goed met me. Soms ben ik moe, maar in mijn hoofd is het allemaal lekker rustig en geen zorgen. Heel veel zorgen zijn er van me afgevallen de laatste tijd. Echt lekker. Dus dat is blij. Ik ben gewoon blij. Ik merk dat ik nu graag iets leuks wil doen of zo. De zon schijnt, je bent klaar met werk, je wil iets doen, maar dat kan niet. Dus ik ga denk ik nu even naar de FOMAR. Dus hier nu een nieuwe supermarkt. En ik wil gewoon even iets, ik moet even iets doen altijd. Ik ben dus helemaal enthousiast over iets. Dit is toch fantastisch. En ze denken dat het een 1 april grap is, maar dat is het niet. De visdeurbel. Live camera. Zie je een vis, kan je hierop klikken. Je kunt het ook niet nep gaan doen. Kan je ook zeggen of je weet welke het is en hem dan versturen. En als hij waarschijnlijk veel meldingen krijgt, dan gaat hij echt kijken en dus de sluis openen. Om vissen door te laten. Nou, dit vind ik nou leuk nieuws. Ik vind het helemaal top. Je kunt ook de live beelden die gemaakt zijn bekijken. Deze is om 7:55 vandaag gemaakt. Als je echt niks te doen hebt, ga je de hele dag wachten tot je een vis ziet. Dus dit vind ik echt helemaal fantastisch. Dat maakt me echt heel blij. Kijk hoe cool die vis daar. Oh, wat leuk. Zo, kijk de docu over Bibian Mantel. Ik dacht trouwens dat het Mantel was, maar Mantel. Dat ze is overleden. En dit stuk vind ik echt heftig. Heel emotioneel. Praten we ook liever niet over. Nee, maar... We hebben er samen over gehad. Ja. En je moet ook weten wat we moet doen. Ja. Moet je wel of niet handmatig reanimeren. Ja. Vanwege de liefde die jij voor je voelt, zal hij dat willen doen. Ja. Dus dat moeten jullie samen rustig bespreken. Ja. Ik denk vanuit de liefde juist niet. Ja. Ook ik dan voor jou ook niet. Ja. Poeh, heftig hè. Jeetje, wat gaan die twee door een hel heen. Als je zoveel van elkaar houdt, verschrikkelijk. Heel veel respect voor. Poeh. Het is toch belachelijk dat we dit als goed nieuws zien. We zitten de hele tijd te kijken. En ze zijn nu aan het knutselen en ineens was deze vis er. En ik werd zo hysterisch, ik ging zo hard gillen en ik werd helemaal rood. Omdat ik helemaal blij was dat er een vis is. En we denken dus dat het de baars is, maar die heeft die vin hier. En op het plaatje is hij hier, dus we moeten even kijken. Nou, ik kan mijn airco gaan testen. Het is warm. In deze auto is het echt altijd, ik weet niet hoeveel graden warmer dan in het echt. Maar wauw. Als het goed is heb ik airco nu, sinds ik bij de garage ben geweest. Ik ga iets heel leuks doen jongens. Ik ga shoppen op afspraak bij de Action. Er zijn een aantal spullen die ik gewoon eventjes nodig heb. En click and collect, dat vind ik steeds helemaal niet handig. Ik dacht ik ga het nu gewoon een keer doen. Ik ga gewoon een keertje het doen. Dus ik heb 20 minuten bij de Action. Ik heb er echt zin in. Heel veel zin in. Ik heb 2 stukken biologisch kipfilet. Met daaroverheen geknald zoutpeper en currypoeder. En dit met broccoli is mijn avondeten. Ik moet echt... Mijn gewicht is helemaal verkeerd. Dus ja, het is er heel netjes uit, I know. Nou, deel 2 van de maaltijd. Biologische kip is trouwens niet normaal duur. Echt niet normaal. Ik heb het bericht dat mijn hele klas in quarantaine moet. Ben ik ook net bij de Action geweest. Ja, iemand heeft corona in de klas. Oh, balen. Het is echt balen, want morgen hadden we nog een lesdag. Maar we hadden muziek, we hadden gym. En donderdag hadden we verjaardag van iemand. We zouden paasliedjes zingen. Paasverhaal. Eieren verven. We hadden alles helemaal geregeld. Ook dat extra eieren werden meegenomen en zo. Gym. 'S Ochtends zou nog de onderwijsassistent trouwens komen voor ondersteuning. We zouden placemats gaan kleuren. We zouden een film gaan kijken. Ze mochten in pyjama naar school. Ze mochten knuffel mee als ze die niet aan een ander gaven in verband met besmetting. Spelletjes meenemen. Film zouden we kijken, heb ik dat gezegd. Spelletjes zouden we gaan spelen. Het is echt...
zo balen. En ja, je kunt dat online allemaal niet doen. Dus ik heb iets van, nou, dan doen we donderdag maar een normale dag. Gewoon een normale online lesdag. En dan doen we het, als we weer op school zijn, halen we het gewoon in of zo. Denk ik. Maar het is echt balen, want het is super mooi weer. Ik wilde gewoon naar school. Ja, ik wil niet zielig doen, maar het is wel echt flink balen nu hoor. Tot nu toe heb ik het nooit erg gevonden. Maar net nu op de allermooiste dagen. Ik heb geen balkon. Ik zit hier in mijn eentje in dit huis. Ik heb letterlijk niets te doen. Al mijn spullen liggen op school. Ik heb zelfs eten op school liggen. Wat ik daar voor de week neerzet. Mijn computer is half verrot. Mijn Chromebook van school ligt op de school. Kinderen hebben niks qua werk mee. En de mazzel is dat het maar 2 dagen zijn. Want daarna hebben we een lang weekend. Maar hoe erg balen. Vrijdag ben ik vrij. Maandag ben ik vrij. En als ik mazzel heb, kan ik me zondag pas laten testen en maandag pas wat doen. Dus mijn hele weekend. Oh, ik kan hier echt wel heel erg van balen. En ik weet, er zijn veel ergere dingen in het leven. Maar ik had zoveel zin in dit weekend. Oh, ik zou lekker dit weekend naar Haag gaan. Ik zou vrijdag al gaan. Ik baal voor de kinderen, voor mezelf en voor alles. En ik zit, denk echt, helemaal geen zin om online les te gaan geven nu. We hebben ook een toets. We zouden de toets gaan afmaken. De dag erna doen we altijd een werkpakketles waarin de kinderen elkaar helpen. En ik de kinderen ga helpen. Dat kan online helemaal niet. Nou, ja. Inmiddels is het 22:30. Ik hang net op met de directrice. Oh, wat heeft zij ook veel te doen, joh. We hebben echt zoveel corona dingen nu en quarantaine en wauw. Ze dacht ook heel lief mee. Ze zegt van, laat ze een paasmenu bedenken. Ga inderdaad gewoon die donderdag lekker zoveel mogelijk doen wat je wilde doen. En nou ja, ik ben nu dus bezig met rooster. En de klassenmoeders zijn altijd heel lief. Die zeggen ook sterk met morgen alles organiseren en komt goed. En nou, heel veel mazzel met hoe fijn iedereen is. Maar het is het balen. Maar goed. We'll be alright. En het fijne is dat ik me zaterdag al mag laten testen. En dan waarschijnlijk ook zaterdag al de uitslag heb. Dus als het goed is, mis ik dan geen paas meer. Misschien heb ik wel corona, hè? Maar goed, dan ja. En ik heb alleen echt geen idee wat ik deze dagen thuis ga doen. Serieus, want ik merk dat ik laatst alles zo op orde heb. Ja, ik kan een extra soeplog opnemen. Oké, ciao. Ik merk dat ik erg moe ben, dus het gaat me nu. Ik heb trouwens ineens keelpijn, maar het kan ook psychisch zijn. Het gaat me nu echt niet lukken om een heel goed rooster in elkaar te flansen. Dit is nu mijn berichtje. Ik heb wel echt lieve ouders, want die kunnen het alleen al heel erg waarderen dat ik dit nu nog stuur om 15:45. Dan weten ze in ieder geval wat de tijden zijn, want ik wil me niet nu al vastpinnen. Ik wil gewoon morgen even goed nadenken. Vooral over de donderdag, dus ja. Ik heb trouwens ineens keelpijn. Ik maak geen grap, je hoort het ook aan mijn stem. Wat? Please, no. Zaterdag, ja, weet je, het heeft geen zin om me morgen wat te laten testen. Want je slaat nergens op, dus ik blijf gewoon nu binnen. En zaterdag. Het scheelt dat het dus gisteren al was, dat die toch dag al mee telt. Zaterdag testen. Het coronatest prioriteitsnummer is elke dag bereikbaar van 7:30 tot 20:00. Oh. Oké. Zo, ik voel me helemaal niet lekker vandaag. En het kan ook gewoon psychisch, niet placebo, zo noem je het niet. Maar zeg maar dat je gewoon denkt nu dat je het hebt. Maar ik heb vannacht gezweet. Ik had echt een nachtmerrie ook over testen doen en zo. Heel raar. En ik heb keelpijn. Hoofdpijn. Heel moe. Dat ik echt denk, oh my god. Ik hoef pas zaterdag gaan testen doen. Want als je het nu doet, heeft het niet zoveel zin. Want als je nu negatief bent, kun je alsnog morgen of overmorgen of wat dan ook positief zijn. Maar ja, het kan ook dat ik het wel nu al heb. Dus ik ga wel een test doen. Maar het was echt haast dat ik moest net lesgeven ondertussen rooster voor vandaag maken. Rooster voor morgen ga ik zo pas maken. Het lesgeven nu even pauze. En ik ga om 12:00 een sneltest doen. En ook een antistoffentest. Daar ben ik sowieso heel erg benieuwd naar. Dat kon ik nu doen. Wel helemaal in Amsterdam 25 minuten rijden bij Albert Cuy. Maar sneltest, dus dan weet ik het binnen 30 minuten. Ja, als ik het wel... Weet je, voor hetzelfde gaat komt er nu uit dat ik het heb. Dan weet ik het maar vast in plaats van dat ik tot zaterdag loop te hopen dat ik het niet heb. En wat ik zeg, als ik het niet heb, kan ik het alsnog hebben. Maar goed. That's the update. Grappig om hier weer te zijn. Dat grote gebouw daar aan het eind. Dat is de papel waar ik op gezeten. Hier kom ik echt nooit meer. Ja, ja. Het is hem hoor. Mijn oude school. Koonstamhuis. Oh my god, wie van jullie heeft ook hier gestudeerd of studeert hier? Trouwens, beter Postjeskade of zo kunnen kiezen. Er waren 3 adressen in Amsterdam. Ook eentje bij Bos en Loemer. Nu zit ik echt midden in de stad. Echt totaal niet handig. Maar
Ik dacht, leuk, zie ik nog eens een keer wat leuks om me heen. Maar het is natuurlijk altijd vet druk. Ik hoop dat ik niet te lang hoef te lopen. Want je moet natuurlijk ook nog parkeren. En ik ben er maar 1 minuut van tevoren. Oh, je went wel echt aan die neusstaaf. Ik bedoel, ik jeukt en het is niet prettig, maar het is totaal niet boeiend. En de antistoffentest was dus een vingerprikje. Maar wat diabetespatiënten ook hebben. Het stelt letterlijk niets voor, je voelt het niet eens. Hard knijpen doet serieus meer pijn. En ik heb over een half uur de uitslag, ik ben zo benieuwd. Het is wel echt een drama, want ik moet helemaal hier het centrum van Amsterdam parkeren en druk en gedoe. Niet heel handig ook, dat je corona hebt, loop je hier midden in het centrum. Dus ik loop rechtstreeks weer door naar mijn auto, maar... Oh my god, ik stel hier zo graag weer rondlopen. Het is echt zo gezellig hier. Bizar. En niet te druk of zo. Ik heb de uitslag binnen. Ik snap het ook niet helemaal. Maar ik heb dus geen corona. Maar de antistoffentest die is er niet. Dus ik heb gebeld. Dus we gaan hem nu sturen. Maak het even zin om dit drankje te testen. Echt van 2 weken terug of zo. Dat ik die bananenmilk ga testen. En is die applemilk. En bananenmilk, dat zie je wel vaker. Maar applemilk. Het zit in een roze blikje. Ja, het rode appel. Oh, het ruikt heel lekker. Ik heb er heel veel zin in op een of andere manier. Oh my god, dit is... De eerste smaak is best wel lekker, maar het nasmaak is heel... niet lekker. Dat vond ik ook bij die ander. Het heeft wel wat. De nasmaak is heel nep, maar het is niet vies. Wel grappig, het is... niet super romig. Best licht. Beetje thee met melk, idee. Ik had ook dit en dit wil ik echt testen. Dan is het altijd in die rare drankjes bij de Xenos, weet je wel? Die, ik weet niet meer hoe het heet. Dan krijg ik het voor geen mogelijkheid open. Easy to open. Nou, oh, echt niet. Oh, het zijn zulke rare dingen allemaal bij het open. Oeh. Heel smerig. Het smaakt gewoon echt letterlijk naar plastic. Echt heel vies. En niet de smaakkwestie. Er zit gewoon een nasmaak aan alsof het niet goed is. Heel smerig. Zullen we dit dan ook maar testen? Dit stond daarnaast. De Chinese Herbal Jelly. Oh my god. Is dat een soort van kruidensnoepje, maar dan in gel vorm? Oh jongens, gaat er ooit iets tussen zitten wat echt lekker is? Ik dacht dat het stukjes waren, maar het is gewoon 1 grote gel. Oh nee. Moet je zelf de gelblokjes eruit snijden of zo? Oh. Oh. Is dit allemaal? Gaan mensen dit uit een lepeltje lekker opeten of zo? Ik snap dit allemaal niet, hoor. Ik kan hem eruit krijgen. Oh my god. Wat is dit? Oh, Bolly, wat is dit, hè? Met een lepeltje er ook bij ze van, ga het maar lekker opbeuzelen. Het is maar naar niks. Oh. Wat is dit smerig? Het is wel saai, maar dan heeft ze er tenminste wat aan. Een mooie grote mand, het is leuk. Maar wil jij misschien de briefkaarten kopen, er in ieders postvakje 1 leggen en het uiteindelijk in een fotoboekje doen? Super, fantastisch. Ja. Even kijken, dan briefkaarten kopen. Dit gaat helemaal goed komen. Woensdag 14 april. Oh, dit is verkeerd. Ik bedoel, sorry. 7 maart. Wat zit ik nou weer naar te doen? 7 april. Doei. Doei. Boodschappen. Oh, huh? Oh ja, vacuüm. Dit heb ik gekocht, de goedkoopste koffie, om van die scrub te maken. Ik mis echt mijn koffiescrub als ik thuis ben. Lijnzaad om door een smoothie te doen voor mijn darmen. Ik heb dat duurdere lijnzaad, maar met zo'n zak... Die gaat nooit op en die scheurt. Dus ik dacht, dan maar gewoon lekker dit. Heel benieuwd naar dit. Oh, dat is klein. Oh wow, dan is het hartstikke duur. Ik dacht dat het veel groter was. Is het 500 milliliter? Oké, nou hier was ik te benieuwd naar. Helemaal natuurlijk of zo. White chocolate vanilla cream. Erg lekker. En hier ben ik ook heel benieuwd naar die Belvoir ginger limonade siroop. Dit wilde ik voor jullie testen, want dit is watermelon iced tea met aloe vera cubes erin. En deze waterfles vond ik heel handig, want die kost dus maar €2,50. En je kunt hem dus reusen. En ik vind het handig om gewoon zo'n simpele, niet meteen maar een hele dopper, maar gewoon zo'n simpele waterfles te hebben. 2 keer zalm, heel lekker. Die was €5,30 geloof ik. Maar wel 200 gram en ziet er echt heel lekker uit.
En voor haar had ik eigenlijk deze, want die was nu 50% korting en hij is hier gek op. Ik dacht, wow, is echt heel oud. Dus die geef ik hem dit weekend als ik dit weekend naar hem toe mag. Blauwe bessen, ik hoop dat ze lekker zijn. Weer een broccoli. Wow, een enorme. Dat is wel heel relaxed, want daar ga ik best wel goed op. Deze, ik vind die van Lidl dus chills, maar ik kom daar steeds niet. Bevroren frambozen en aardbeien. Dat koop ik eigenlijk nooit, maar ik dacht, het is toch wel lekker door een smoothie heen. Jazzappelen. Favoriete melk, die trouwens heel veel calorieën bevat. Dat wel, maar hij is echt heel lekker. En nog sojamelk, deze appels en dat was het. Goed hoor, ja, we gaan toch alleen maar lekker leuke dingen doen. Dus je hoeft voor mij niet netjes achter een tafel te gaan zitten hoor. Je mag gewoon lekker op de bank. Dat is zo schattig. Oh my god. Heeft iedereen er al voor gezorgd dat hij zijn ei heeft gekookt om te gaan versieren? Mocht je dat nou niet willen, kun je natuurlijk ook gewoon dan je mandje of je eierdop afmaken. Hè? 3 dagen later kwamen zijn vrienden terug. Het graf was leeg. Ik heb al besteld bij de kruidvat. Want mijn lievelingslipgloss, die 5 van Catrice, ik heb hem een keer laten zien in de vlog. Ik heb hem nu even niet, maar dat is echt mijn favoriet. Die is nergens in de kruidvat dus meer te krijgen. Dus ik dacht, ik ga eens online kijken. Ik heb wat lipglossjes en die wil ik ook voor jullie testen. Ik hoopte dus dat ik in ieder geval wel de juiste gloss had, want de naam stond niet meer op mijn favoriete lipgloss. Maar ik zie dat het de goede is, dus daar ben ik al heel blij mee. Dit is de meest geweldige lipgloss op aarde. Het kost ook echt maar 4 euro. Dit is de Catrice Powerful 5. En dan de kleur Fresh Acai Berry 050. En die heb je dus bij kruidvat online. Kun je die gewoon nog krijgen. Prachtige kleur. Echt geweldig. En dan heb ik nog 2 Powerful 5's erbij besteld die me mooi leken. Dit zijn dus de 3 Powerful 5's. Dit is die favoriet. Dan is dit een veel lichter kleurtje. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. En dit is een... ook Powerful 5, maar dit is een oil. Wist ik helemaal niet. Ik dacht dat het ook een donkere lipgloss was. Maar ik ben zo benieuwd. Ik ga ze zo voor jullie testen. En dan heb ik nog... Oh, deze heb ik al eens een keer gehad. Maar ik was er benieuwd naar. Dit is een... Ik hou van die plampdingen. Dit is Extreme Volumizing Lip Balm. Die heeft dus ook een kleurtje. Oh, ik vind het helemaal leuk, want het is zo betaalbaar en zo vegan. En ik ben heel erg fan van de glosses van Catrice. En deze. Tint and Glow Lip Booster Volumizing Plump. Woehoe. Dus die ga ik zo voor jullie testen. Oké, ben ik deze aan het proberen. Lekker. Het is niet zo'n olie, want olie lipglossen die gaan altijd, zijn echt een paar seconden weg. Het is wel echt een gloss. Hij lijkt gewoon heel erg op de structuur van deze. Nou, leuk. Ja, ik ben gek op deze. Voelt echt heel lekker voedend en blijft super lang zitten ook. Nou, ik vind hem echt heel leuk zo, ook in mooi licht. Je lippen komen er echt super mooi mee uit hoor, met die gloss. Het is zeg maar echt mijn meest favoriete gloss ooit. Kijk, je ziet echt verschil als ik hem eraf haal. Nou, dan die oranjige. Dat is de 010 Glossy Apricot. Apricot. Verpakking blijft trouwens ook best wel lang mooi. Vaak zijn die echt in een week beschadigd. Ook leuk. Iets meer, ja, persik abrikoos tintje. Iets minder glimmend. Heel blij mee ook. Ik moest toch natuurlijk op basis van het internet kiezen. Maar ik zal ook even dus mijn favoriet laten zien. Dat is dus echt zeg maar gewoon je eigen lip but better kleur. Net iets donkerder. Dus echt mijn VVA. Die heb ik heel veel op in mijn vlogs al maanden. En die eerste heet trouwens 050 Glossy Blackberry. En het is gewoon super voedend. Nou ja, het voelt heel voedend. Je ziet ook, het is ook best wel echt een lipstick kleur. Er komt echt veel kleur vanaf, maar het is wel een gloss. Nou, ik ben helemaal obsessed. Even de Volumizing Tint and Glow. Meestal vind ik die niet zo heel boeiend, die gewone plump.
Maar sowieso vind ik, je lippen komen zoveel mooier uit met een goede gloss. En deze kostte dus 4 euro. Color changing and staining lip gloss with mental for cooling and tingling effect. Als het goed is, is dit zo eentje die je lippen ook wat meer kleur geeft. Ja, is wel zo. Deze laat ik heel even op. Dan wacht ik nog even met deze. Om te kijken of mijn lippen wat donkerder worden. Maar volgens mij wel. Oh, nou deze vind ik ook heel leuk. Goeie keuzes. Ben ik zo blij mee. Want ik draag dit elke dag. Nice. Nou, zo 10 minuutjes later. Super toffe kleur. Heel blij mee. Ik vind dat mintgevoel heel lekker. Dus tot nu toe. Deze 4 vind ik echt geweldig. Deze is trouwens 5 euro. En die andere zijn 4 euro. Hier verwacht ik het minst van. Maar ik heb natuurlijk nu wel al een beetje wat op mijn lippen zitten. Ik voel nog steeds dat munt. Deze maakt je lippen wit. Nou ja, licht. Wat is hier nou precies de bedoeling van? Die is ook het duurst. Tingling lip balm with menthol and chill. The Nut Appliance scent. Ja. Nou, het is ook wel cute, zo'n licht kleurtje. Het voelt allemaal een beetje hetzelfde. Het heeft allemaal een hele fijne setting. Super lekkere structuur. Nou, deze vind ik het minst interessant. Maar allemaal heel erg goed gekeurd. Oké, en nu weer verder. Wat we vandaag gaan doen. Dat is wel heel erg leuk. We hebben eerst piano's laten zien. Ik heb paasverhaal gelezen. We hebben liedjes gezongen, wat heel grappig is. Paasmandje geknutseld, eierdop geknutseld. Nu zijn we eieren aan het versieren. Gekookte eitjes hebben ze allemaal geregeld. En straks krijgen ze 40 minuten om een lunch voor te bereiden. Gisteren hebben ze hun lunch bedacht en een menukaart gemaakt. En vandaag gaan ze die dus zelf maken. Dus zelf je broodjes maken en zo. En dan gaan we met elkaar paaslunch doen. Gezellig. Kijken wat we allemaal hebben gemaakt voor eten. Paasverhaal filmpje kijken. En dan nog eventjes vrije inlopen. En dan zijn we klaar. Echt wel een heel lekker dagje hoor. Oh, de allerlekkerste is wel gewoon echt appelsap, water, spinazie, banaan, havermout. Maar het is ook wel de meest calorierijke. Als ik nu even zin in, dit is zo lekker. Ga dan, jump. Jump. Nou, Polly. Doe. Hi, bootjevogel. Hi. Wel altijd lekker aan dingen toe als je veel thuis bent. Heerlijk, ik hou. Maar ik kan er helemaal van genieten als ik weer een wasje heb gedraaid. Of mijn vaatwasser weer buiten geruimd. Ik vind dat, ja, dat zijn dingen die altijd moeten. Nu ga ik even dit buikspierding doen. Ik ben ook blij van worden als je tijd hebt. Of tijd hebt gemaakt. Om dus je koffieapparaat dingen schoon te maken. Ik heb dit lekker met de hand schoon gemaakt. En dat heb ik in de vaat gedaan. Dat is toch heerlijk. Dat vind ik, ja. Voelen jullie mij daarin? Heerlijk gevoel. Dat het gewoon weer lekker clean is. Waar is nou het bovenstukje? Zien jullie het? Is mijn glas gebarsten in de vaatwasser? Wat? Ja hoor. Hè? Huh? Dat is echt heel raar. Deze vind ik trouwens heel erg chill. Nou, ik ben er hoor, hier. Bij de rij, nog 1 minuutje. Laten testen. Ik mocht wel vandaag dus wel laten testen. Vrijdagmiddag, dus dat is fijn. En ja, ik ben moe, maar dat ben ik altijd. Ik heb keelpijn, maar ik denk niet dat ik het heb hoor. Fingers crossed. Ze deed vet lang in mijn keel, maar dat vind ik gelukkig het minst erg. En korter in mijn neus, maar wel heel scherp. Het voelt echt alsof er chilipeper in mijn neus zit. En laatst had ik dus dit gat, het voelde ik dit oor. En nu had ik dit gat en voel ik het echt branden. Maar het went wel. Nou, ik ben benieuwd jongens. Ik verdamp mijn gezichten met olijfolie. Ik zie er niet uit, maar ik heb geen corona. Ja, yeah, uiteindelijk valt het allemaal zo erg mee. Maar dat komt natuurlijk ook omdat ik me ineens vrijdag mocht testen in plaats van zaterdag. En omdat de test dus super snel is, de uitslag. Echt na 2 uur al, 2,5 uur. Dus ik merk er helemaal niks van. Ik zou nu al naar haar kunnen gaan, maar ik vind het lekker om nog even een dagje voor mezelf te hebben. Maar het hele paasweekend gaat gewoon door. En ik hoop voor alle kinderen dat ze ook gewoon allemaal lekker negatief zijn. Behalve het ene, degene die het dus heeft. Maar met diegene gaat het gelukkig goed. Dus jee, ik ga meteen even lekker wat doen. Ik heb ook zo'n afspraak die dan gelukkig door kan gaan. Dus nou, helemaal fijn. Jongens, ik moest dus bij het Gelderlandplein zijn. Dicht bij het Gelderlandplein. En daar zag ik dus zo'n Japans winkeltje. En daar wilde ik echt naartoe. Ik moest echt wel heel lang in de rij staan. Ik zal even laten zien wat ik heb. Niet heel veel hoor. Dit is een cadeautje, maar dit is heel schattig, vond ik, voor Pasen. Echt heel cute. Dit was 2,30 euro. Het zijn gewoon echt hele saaie koekjes volgens mij. Maar heel cute. Dit is het duurste volgens mij, maar ik weet, mijn vader haalde vroeger altijd van die dingen. Bij dit soort winkeltjes. Heel duur. Ik weet dat mijn moeder ook altijd zei van, oh, dat is zo duur. Maar ik ben echt net mijn vader wat dat betreft. Dit soort dingen zijn zo lekker. Dit zijn van die, ja, een beetje zoute sesamzaadjes achter de crackers. Ik weet het niet eens exact eigenlijk.
Maar deze was volgens mij 3,80. Echt duur. Maar deze heb ik nooit bij de toko gezien. Ook heel lekker. Deze. Van die lekkere zouten soja-achtige gemarineerde. Ik weet het niet eens precies, maar ik ken ze wel. Seaweed Roll Rice Cracker. Ja, sojasaus met zeewier eromheen. En als laatste heb ik 2. Hoe noem je die nou? Dat heb ik dus nog nooit gegeten. Van dit soort dingetjes. Van die sushi. Deze was, de een was 2,90 of zo. De ander 2,50 zoiets. Ik heb er eentje met gemarineerde zalm in sojasaus. Ik weet niet of het rauwe of gaarde zalm is. En eentje met chicken teriyaki of zoiets. Maar ik wilde er dus eentje openmaken. En toen zag ik dat het niet zo meteen eetbaar is. Dus we gaan het even proberen. Ik dacht dat hij met kip was, maar ik weet het niet. Kijk, dan zit dit er dus in. Zodat die zeewier dus knapperig blijft. Maar hoe moet het dus nu dan? Oh, ik doe het waarschijnlijk helemaal niet handig. Waarschijnlijk had ik hem ook gewoon dicht moeten laten zitten of zo. Oh, oh. Oh nee. Het is wel echt zonde als het misgaat. Dit eraf schuiven. Denk ik. Jullie zien ook echt niet wat ik doe. Als je het weet hoe dit moet, denk je nu waarschijnlijk echt van... Oh, Charlotte, ben je onhandig bezig? En dan blijft het natuurlijk meteen plakken. Oh ja, dan trek je het er zo af. Ja, dit is logisch. Maar hoe vouw je hem? Ik heb hem net niet goed gedaan. Gewoon zo, denk ik. Volgens mij is het super lekker. Dan heb je nu dus een soort van sushi roll. Te leuk. Heel leuk. En ook heel slim dat het zo knapperig blijft dan. Oké, proberen. Ik heb nu geen sojasaus, maar niet. Mmm. Met een kip teriyaki. Wow, dit is chill. Het was ook echt... Het werd continu bijgemaakt. En het ging als een gek. Want ik liep de winkel in, dus lag er zo'n rij van elke smaak. Toen kwam ik daarna terug, want toen dacht ik, oh ja, ik wil het ook pakken. Was alles weg. Ik moest trouwens nog steeds mijn Action Shop blog doen. Dus ik dacht, ik film het gewoon even zo. Want waarom zou je eigenlijk mijn hoofd erbij moeten zien? Doe ik vast even het eerste deel van het tas. Want dat zijn spullen die ik morgen mee moet nemen. Want die zijn niet voor mezelf. Allemaal knutsel en gefrummel spulletjes. Dus die ga ik nu even neerleggen en laten zien aan jullie. Right, deze had ik al gezien. Die wilde ik heel graag een keertje kopen. Heel erg leuk om mee te knutselen. Van die sand art. Dat had ik vroeger dus ook. Nou, het lijkt me echt super leuk om samen te doen. Hele leuke stickers. Dit zijn van die wat dikkere, zeg maar. Dit had ik ook toen in die surprise voor meisje uit mijn klas. Kan je, het plakt aan de andere kant. Dus dit kan je in zijn geheel gebruiken. Of je kunt figuurtjes uitknippen. En dat is echt van die soort van velvet glimmende stof. Dit vond ik wel heel grappig. Dat kan je ook natuurlijk op je mobiel vaak spelen, dit soort spelletjes. Maar hier kan je dan een soort wisbordje wat opschrijven. En dan raden wat er op je hoofd staat. Ook van die dikke stickers met hartjes. Deze vond ik extreem schattig. Er zitten 8 velletjes in. Ik weet niet of het dezelfde zijn. Zal ik even kijken? Oh, leuk. Deze vind ik echt fantastisch, zeg. Heel schattig. Dit vind ik echt een tip. Hele mooie. Super. Echt heel leuk. Ja, blij mee. Dit is heel mooi van het aquarelpapier, maar dat kan je natuurlijk ook gewoon normaal optekenen. Zo dik met zo'n figuurpatroontje. Super mooi. 2 keer hobbykarton in een beetje normale kleuren en pastelkleuren. Mooi stevig. Deze is trouwens van de Kruidvat. Die had ik al gezien en ik wilde hem super graag. Dus ik heb er 2 weten te scoren. De rest is wel allemaal van Action. Dit had ik toen ook een keer gekocht, het hartje. Maar die heb ik toen weggegeven. Dus ik was nog wel benieuwd of deze mix eigenlijk wel goed is. Dus ik heb een oranje ster en het roze hartje. Want dat van de Zeeman sloeg helemaal nergens op. Marshmallows, want de vorige keer dat ik die had gegeven, waren ze aan elkaar gesmolten. Dus ik zou nog een nieuw pak kopen. En ik had vorige keer al deze dingen opgemaakt voor de aardbeien. Dus ook hiervan wilde ik weer even nieuwe aanvullen. Deze kende ik nog niet trouwens. Altijd heel chill en goedkoop. En een dagboekje, heel schattig. En dit is dus een Mermaid Fizzy. Ik weet niet hoe het er van binnen uitziet, maar ik ben wel heel benieuwd of deze echt super goed gaat vissen. En dat was dan het eerste gedeelte. Weet je, ik gooi ook gewoon de rest van de Action Shop vlog erachteraan, want daarom moet ik het doen als het makkelijk kan. Even kijken. Theedoek, die heb ik al. Die hangt daar. Heel lang, maar een donkergroen vind ik eigenlijk wel heel mooi. Brillendoekjes, wattenstokjes, watjes. Nieuw wimperkrudder, want die begeeft het bijna. 2 mondmaskertjes. Maskertjes, cute. Meestal gebruik ik die voor in een cadeaupakketje of zo. Hele leuke pastelmarkers met een dot. Een stip, daar was ik ook wel benieuwd naar.
Nieuwe scrubs. Ik heb deze, vind ik lekker. Ik hou ervan. Ik vind het gewoon hele lekker ruikende, fijne scrubjes. Die zijn super chill. Ik dacht trouwens dat ik die met luipaard had, maar ik zie nu dat ik de zebra heb. Maakt niet uit. Hier ben ik ook wel benieuwd naar. Of dit nou iets doet qua en volume en het paarse voor blond haar. Dit vond ik heel leuk, omdat dit dus... Het is wel gewoon een tube, maar het is echt voor één dag. En aangezien mijn haar best licht is van onder, was ik hier wel benieuwd naar als de zon schijnt straks. Lekker. Dit is voor haar. Deze blush leek me best wel mooi voor een euro, geloof ik. Hiervan heb ik altijd de toner en nu zag ik een face mist. Waarschijnlijk is het exact hetzelfde, maar in een spray. Maar ik vind het er ook gewoon heel leuk uitzien en het voelt gewoon lekker. Een mooie bruisbal, maskertje, smoothing en regenerating. Ik ben nog steeds op zoek naar zo'n masker die net zo goed is als in een haarverfverpakking. Echt zo'n vette die je haar echt geweldig maakt. Wie weet. 3 lipstickjes. Ik was altijd fan van Bourjois. Ik vond dat echt geweldig. En deze waren 3 euro. En ik heb de kleurtjes even gegoogeld. Het is zo'n matte lipgloss. Ik hou meer van echt gloss. Maar ik was hier gewoon heel erg nieuwsgierig naar. Dus die zal ik voor jullie gaan testen. Die had ik vorig jaar op mijn verjaardag. Dit jaar ga ik het denk ik niet eens vieren. Maar ik vond ze leuk. Dit is ideaal voor die fles die ik altijd koop. Want dan hoef ik geen fles meer te kopen. Dit vast voor als het weer nodig is volgend jaar. En dat was het. Nice. Oh ja, en hier zaten er 2 in, maar ik vind ze niet zo chill. Dus het is niet per se een tip. Voor mij is hij heel klein. Ja, hier heb ik echt zin in. Heerlijk, ik hou van dit soort films. Ben heel benieuwd. Maar hoe slecht hij ook kan zijn, ik vind dit soort films echt altijd geweldig. Maar misschien is hij wel heel goed. Mij boeit het nou zoveel, ik hou ervan. Wow. Ik heb iets ontdekt waar ik heel lekker op ga. Dat is fietsen zonder zadel. Laatst voor het eerst gedaan, toen voelde ik het direct de dag erna. Dat is ook best logisch, want fietsen vind ik heel chill. Maar je doet natuurlijk niet heel veel met je lichaam. En toen was ik een half uur in die film. En ik dacht, ik ga het nog eventjes doen. De avond klopt tot 10 uur is. Het is nu volgens mij 9:15. 20 minuutjes maar of zo. Ah, sexy. Jeetje, ik ben er gewoon helemaal rood en kapot van. Dat zie je nu niet, maar dat ik rood ben. Maar dat is zo lekker, die wind. Het is ijskoud, dus mijn gezicht is helemaal koud. Maar ik ben helemaal heet. Van binnen. Wat ik dan doe is dus fietsen zonder zadel, zeg maar. Dus je arm op het stuur en roadcycle bijvoorbeeld lijkt mij dus ook altijd best wel chill. Het is een beetje zo. Je hand op het stuur, je gaat chuck, 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 chuck. Dus je gaat ook de hele tijd scheef. Nou, eerst moet ik even wennen alsof je er bijna afvalt, maar je moet gewoon goed vasthouden. Maar je wiel gaat in plaats van recht, gaat die helemaal zo de hele tijd, zeg maar. Overdreven gezegd. En dan probeer ik dus 1, 1, 2, 2 tot 15, dus 30 keer zeg maar te doen. En dan rol ik heel even uit, want op een gegeven moment ga je zo hard dat je... Dan wordt het gevaarlijk, want dan heb je geen kracht meer om te zetten. Dus dan is, ja, dan is je fiets te licht, zeg maar. Rol ik heel eventjes uit, allerergste snelheid. En dan weer, en dat deed ik dan hier die weg naar Muidenberg. Een stukje, gewoon het eerste stuk in het lange pad, voor als je het kent. En dan niet de bocht om. En zo lekker. En ik voel het door mijn hele lichaam. Het is echt heel goed. En mijn hartslag gaat super snel omhoog. Want zodat als ik ga springtouwen, dan heb je ook nog 100 keer springen je hartslag omhoog. Maar naar fietsen gebeurt er in feite niks. En ik voel me daar echt heerlijk bij. Want je gebruikt je armen, je benen, je billen, je core. Volgens mij is dat best wel een goeie. En ik vind het heerlijk. Ik hou van fietsen. Voor het hardlopen vind ik echt heel stom. En ik vind het heel vermoeiend. Ik weet niet. Met rennen en lopen ben ik gewoon niet zo goed. Als je... Hierdoor toch je hele lijf traint. Ja, ik ga het gewoon even proberen. Maar wat zo leuk is, ik zet het op Instagram en toen viel mijn telefoon uit. Er waren allemaal lammetjes en schapen. Toen heb ik op een gegeven moment even afgestapt. Bij dat hek heb ik mijn fietszachtjes neergezet. Toen kwamen 4 lammetjes naar me toe. Ik heb ze niet geaaid, want ze kwamen net niet dichtbij genoeg. Omdat de moeder dan ging blaren, zeg maar. Maar die lammetjes, die vertrouwen je natuurlijk helemaal. En ze gingen sowieso vanuit ver af, ging zo'n... Keek niemand en 1 lammetje keek me zo aan en die huppelde zo mee. Oh, ik vind het zo lief. En uiteindelijk huppelden de andere 3 ook mee. Toen gingen ze eens naar het hek en ze konden er gewoon doorheen. Maar dat deden ze gelukkig niet, maar dat was echt een gat. En toen ging ik gewoon met ze kletsen en toen ging die moeder blerren. En toen na 5 minuutjes liepen ze weg of zo. Maar daar word ik helemaal gelukkig van. Dan denk ik, ik wil nooit meer vlees eten. Maar die stap zetten is zo moeilijk. Maar goed, ik hou zo van die beestjes. En denk ik, hoe kan ik jullie nou opeten? Niet dat ik schaap eet, maar je snapt wat ik bedoel. Ik word er zo gelukkig. Ik zat helemaal gelukkig op de fiets. Omdat je dus die diertjes hebt gezien. En die hebben daar wel een goed leven. Het hele weiland. Dus dat is wel fijn. Maar goed, dat was echt zo lekker om dat eventjes 's avonds te doen. Heerlijk. Oh, echt wel lekker.
Met mijn handen gewassen en dat heb ik nu weer. Ik smeer de hele dag door. Dus olijfolie en avocadoolie op mijn huid. Ik vind het heerlijk. Mijn huid is ook super op dit na, want hier zit ik te veel aan. Hier heb ik ook die pigmentvlekken, dat zie je nog niet. Maar mijn huid is super glad. Ik heb helemaal nooit meer last van uitslag hier of zo. Misschien wel door die olie. Ja. Ik hou heel erg van olijfolie. Ik zit de hele avond smeer ik zo olijfolie in mijn gezicht. Echt zo lekker. En die scrub is trouwens ook heel lekker. Alleen deze koffie is vrij grof. Maar koffiescrub op zich, ik blijf het zeggen, het is zo chill. Ik had vanochtend gescrubt en mijn huid is echt babyhuid. Heerlijk. Zo, hoorde je die krak? Alles in mij kraakt. Maar ja, dit was heel chill. Mocht je er iets van weten van fietsen zonder zadel of zo, want ik hoor nooit iemand erover, let me know. Eigenlijk niet zo van het fruit na het eten, maar hier had ik nu echt behoefte aan. Oh, het ziet er echt zo niet lekker uit met dit soort licht. Super lekker Grieks yoghurt, aardbeien, blauwbessen, een paar walnoten en een heel klein beetje honing. Ik weet niet hoe slecht het is om dit 's avonds te eten. Maar volgens mij is het vooral slecht in combinatie met avondeten. En dat is alweer een tijdje geleden. Geen idee, maar lekker zin in. Eiwitten. Oeh, ik ben nu in Den Haag bij die woonmall. Ik weet even niet hoe die heet. Met woonwinkels. En bij die kruidvat is heel groot. En hier is het dus wel. Deze glosses. En ik ga echt mooi deze kleur erbij kopen. Hij heeft wel glitter, maar ik heb het echt nog nooit dus in de winkel gezien. Al een half jaar niet. Ik heb er nog twee bij gekocht. Deze had ik ook op internet gezien, maar ik hou niet van glitter, maar de kleur vind ik zo leuk en de shimmer is wel heel minimaal. Dus ik heb hem even gekocht. Hij heet 60 Sparkling Dragon Fruit. En dan van dat merkje die eerst mijn favoriet was, heb ik dit kleurtje. Die heet 110 Marvin the Berry. Dus daar ga ik zo even proberen. En mijn favoriete eyeliner. Ik draag niet meer heel vaak eyeliner, maar deze is altijd nergens te krijgen. Deze is echt 32 of zo. Hallo, haast even een antibody, dus antistoffentest aan doen. Want omdat mijn uitslag zo lang duurde, heb ik het eigenlijk wel gezegd. Dat ik dus geen corona had en geen antistoffen. Heb ik eigenlijk wel gezegd dat ik geen corona heb? Ja, oké. Okay. Maar bij die test die ik dus dinsdag heb gedaan, omdat het zo lang duurde, heb ik een code gekregen voor een nieuwe test. En die is H nu even aan doen, omdat we nu toch al in Den Haag waren, omdat we even naar winkel moesten. Dus hij gaat dat nu doen, want hij roept dat hij denkt dat hij corona heeft gehad. En ik zeg steeds nee. Dus nu zijn we heel benieuwd. Dit is trouwens deze. In dus Marvin the Berry 110. En hij is heel mooi. Hij is lekker minty, want dat is dus die Volumizing Lip Booster. Die hebben dus dat mint effect erin. En die 5 dingen is volgens mij niet, die andere. Dit is weer een hele chill. Ik merk dat ik mauve-achtige purple berry kleurtjes, dat die heel goed zijn bij mij. Trouwens een huidskleurig maskertje bij de kruidvat gekocht. Ik weet niet of dat... Ja, ik vind het eigenlijk wel mooi. En ik wil de hele tijd dat dit drankje dus voor jullie gaan proeven. Nu hij toch de test aan het doen is. Aloe Vera Cubes Iced Tea Watermelon. Aloe Vera drank met groene thee. Dat betekent niet dat er prikken zit, toch? Als er prikken zit met blokjes lijkt het me heel raar. Geen prik. Heel chemisch. 4,9 gram suiker. Heel zoet. Ik hou wel heel erg van die cubes erin. Ze zijn best wel klein. Die cubes vind ik wel lekker. Het smaakt wel naar watermeloen, maar ja, dat smaakt echt altijd chemisch. Dus ik zou die nog een keer kopen, maar het is wel oké. Misschien vindt hij het lekker. Oh nee, ik vind het niet. Het smaakt alsof je van die meloenballen, snoepjes met van die watermeloensuiker erin. Alsof je die aan het drinken bent. Nou, nah, niet zo lekker. Ik had nog een bolletje met avocado. Die ga ik lekker eten. Ik ben heel benieuwd wat eruit getest komt. Lipgloss eten is echt slecht voor je trouwens. Weet je hoeveel lipgloss ik eet? Onbewust. Dat is echt niet goed. Nou, doei. Ha, ging het drankje proeven? Wow, dit is echt leuk in de zon. Wat gebeurde er? Hij vond het zo vies. Hij spuugde het nou uit? Hij vond die stukjes heel vies. Maar acht, alle mannen vinden stukjes vies. Maar ik moest zo hard lachen. Ik hoop echt dat jullie ooit eens een keer ook kunnen genieten van zijn hilarische hoofd. Vrolijk Pasen. Het is eerst paasdag. En Hype is die paaseitje verstopt die ik heb gekocht. Maar ze is zo makkelijk. Ik zag ze echt meteen allemaal liggen. Dus ik heb er ook nog echt iets van 20 normale verstopt uit een zak. Dus nu liggen er echt iets van 40 paaseitjes hier in huis verstopt. Maar dat is echt leuk. Ik vond het als kind vroeger zo leuk. Als je dan echt weken later nog paaseitjes vond in je huis die heel moeilijk verstopt zijn. Maar ik heb ook niet heel moeilijk gedaan.
Maar wel leuk. En dat was het. Broodje avocado en broodje met een zacht gebakken eitje. Het carrot cake paashaas is echt heel lekker. Dit is jelly melk. Een soort ijssmoothie van bevroren frambozen, bevroren blauwe bessen en een banaan. Maar eigenlijk als je de banaan dus ook in de vriezer doet, dan wordt het echt ijs. Maar het is wel heel lekker. En er zit ook een klein beetje honing door en een beetje Griekse yoghurt. Want ik kreeg het anders niet gemalen in de blender. Yeah, het is gelukt! We gaan naar de West Mall in Westfield, Mall of the Netherlands, Leidschendam. We eten pokeball. We hebben speciale sushibol rijst. En dan hier wortel, sojabonen, gerookte zalm, komkommer, mango. En dit is een dressing van zonnebloemolie, wasabi, mayonaise, sojasaus en sesamzaadjes.